Het horecabeleid van de gemeente Leeuwarden wordt vernieuwd. Het college van BMW wil het horecabeleid aanpassen om meer ruimte te krijgen voor nieuwe initiatieven. Daarnaast wil ze met name in woongebieden de overlast binnen de perken houden. De concept horecanota ligt nu gedurende 6 weken ter inzage. De inspraakreacties worden vervolgens meegenomen in de bespreking in het college. Ja, er was een nota en toen dachten mensen, oh, dat gaan ze al beslissen. Maar dat was een inspraaknota. We wilden alleen maar horen, wat vindt u ervan? Dus we hebben nu een nieuwe nota gemaakt, die overigens ook weer in de inspraak gaat. En dan kunnen mensen precies zien, we gaan de stad logischer indelen in 3 gebieden. Een gebied waar mensen vooral wonen, dus daar willen we de overlast beperken, vooral 's nachts natuurlijk. Het grote winkelgebied, waar nu bijna niks mag, willen we juist verruimen, zodat mensen veel meer kansen krijgen om daar horeca, cafés, broodjeszaken te doen. Dus niet de zwaarste horeca, maar gewoon wel om een fijne winkel funstad te krijgen. Want we hebben een geweldige binnenstad en mensen willen hier allemaal winkelen, maar willen ook een broodje eten, meer dan vroeger. En dan is er een 3e gebied en dat is waar het echte uitgaansleven, bij wijze van spreken de hele nacht, diep in de nacht door kan gaan tot 5 uur. Dat wordt ook verruimd. Dus het is vooral een verruiming van de mogelijkheden voor horeca en uitgaansgelegenheden. En een kleine beperking in het woongebied. Want er wonen nu meer dan 1000 mensen meer in de binnenstad dan nog maar 10 jaar geleden. Want dat zijn factoren die natuurlijk met elkaar botsen, het vertier en inderdaad de overlast. Ja, dus iedereen snapt in de binnenstad is een andere leefkwaliteit enerzijds beter, maar ook wat meer reuring. Daarvoor ga je in de binnenstad wonen. Nou, we willen met name in een aantal delen van de binnenstad horecaondernemers wat meer mogelijkheden bieden. We hebben de afgelopen jaren wat initiatieven langs zien komen die we niet konden faciliteren. Omdat het niet kon volgens het bestemmingsplan of door het staande horecabeleid. En die staat veranderd, wordt steeds meer afhankelijk van kwalitatief goede horecabedrijven die je graag in je stad wilt hebben. Volgend jaar zijn we culturele hoofdstad. En dan willen we natuurlijk ook onze gasten goed kunnen ontvangen. En we willen ook graag de investeringen die hiermee last zijn en de werkgelegenheid die hiermee gemoeid is, willen we de ruimte geven. Diverse horecagelegenheden die moeten terug van een sluitingstijd van 5 uur naar 1 uur 's nachts. Het is een flinke periode. Ik kan me voorstellen dat niet elk ondernemer daarom zit te springen. Nou, dat zijn er maar enkele. En die zijn vaak niet eens open tot 5 uur of 3 uur. Dus die zullen zeggen, nou, dat is toch al praktijk. Maar we willen ook graag horen wat ze ervan vinden. Uiteindelijk gaat het college dan nog een keer ernaar kijken. En dan nog de gemeenteraad. Dus dit is niet een besluit, dit is een voornemen. Om te zorgen, is daar overlast? Kunnen we dat beperken? Maar het is een open discussie. Ja, er zijn natuurlijk in sommige delen van de binnenstad wordt intensief gewoond. Steeds intensiever gewoond. En die mensen wil je natuurlijk overlast, nachtelijke overlast met name, besparen. Dus in die gebieden willen we de horeca enigszins terugdringen. In ieder geval de sluitingstijden goed in de hand houden. Maar in die gebieden waar het kan, en dan heb je het over de Grote Hoogstraat, maar ook over het centrum, hè, rondom het Zaailand, Wilhelminaplein, het Ruiterskwartier. Daar willen we de horeca toch aanzienlijk meer ruimte geven. Het is zo dat op het Ruiterskwartier inmiddels al eigenlijk wat horeca zit. Dat is eigenlijk een beetje de vrijzone, wil ik niet zeggen, maar daar kan heel veel. Ja, dat is eigenlijk het hele gebied van de Harmonie, waar nu de nieuwe neushoorn. Het hele gebied waar disco's zijn, noem het maar op. Ja, daar kan natuurlijk al veel. En daar willen we ook geen belemmering aan opleggen. Dus dat is gewoon zoals het blijft. U zei het al, het is een conceptnota, dus mensen kunnen nog bezwaar maken, mochten zij daar niet mee eens zijn. Dat is volgens de normale procedures, neem ik aan. Ja, dus eerst nu ter inzage 6 weken. Dan gaan wij als college opnieuw naar kijken. Dan gaat het pas echt naar de gemeenteraad. Die gaat natuurlijk ook weer horen van de burgers wat ze ervan vinden. Dus ik hoop dat het snel gaat, maar in ieder geval zeer zorgvuldig. En iedereen kan zeggen wat hij wil.